Hallo allemaal, hartelijk welkom. Hier zijn we opnieuw met Doe mee met ATV. En bij mij is dat dan letterlijk Goochel mee met ATV. Want ik ben Gunther, goochelaar Guinelli. En zoals elke dag tijdens deze kerstvakantie ga ik jullie verbazen, maar ook hele leuke trucjes aanleren. Nu, gisteren ging het allemaal met suikerklontjes. Vandaag gaan we iets doen met vloeistoffen of met drank. Zo, ik heb heel snel de gemorste melk opgepoetst om jullie nog iets heel leuks te leren met vloeistof. Dat hoeft daarom niet per se melk te zijn, kan ook gewoon een klein beetje water zijn in een glas. Wat heb je verder nog nodig? Eén speelkaart. Nu, deze speelkaart die gaan we heel voorzichtig proberen te balanceren op haar korte kant op de rand van de tafel. Kijk, dat doen we op deze manier. Een klein beetje... controle, niet te veel blazen, niet te veel ademen, zeker niet niezen, blijft die kaart op haar kant staan. En als we nu heel voorzichtig zijn, kunnen we zelfs het glas water bovenop die kaart laten balanceren. Om te beginnen neem je twee speelkaarten. Eentje vouw je helemaal in het midden, zoals hier. En je kleeft die op die manier bovenop een tweede speelkaart, zodat je een flapje krijgt dat je kan open en dicht doen. Nu, je kan de kaart netjes aan alle kanten laten zien, maar van zodra je wil, kan je dit openflappen en dan kan je die kaart zo op tafel zetten en dan zal die niet omvallen. Sterker nog, dit is zo stabiel dat je er zelfs een glas water op kan laten rusten. Nu, te zwaar mag het niet zijn, vandaar een klein beetje water, maar op deze manier blijft die kaart mooi in balans en blijft het glas water er bovenop staan. Dat beetje water dat we daar straks gebruikt hebben met die speelkaart, is eigenlijk iets te warm. We gaan het afkoelen op een hele magische manier. Kijk, als ik het hierin giet, dan moeten we gewoon even wachten, een beetje koude lucht erheen blazen. En dan ga je zien dat het water allemaal bevriest en dat er één grote ijsblok overblijft. Ook hier hebben we natuurlijk een klein beetje vals gespeeld, zoals bij elke goocheltruc. Wat heb je namelijk nodig? Een mok, een ijsblok of verschillende kleine ijsblokjes en een beetje water. En nog iets extra wat jullie nog niet gezien hebben, dat is namelijk een stuk spons. We hebben het ijsblok bovenop de spons liggen, in de beker, maar niemand ziet dat van tevoren. Het water zit in het glas, je giet het langzaam in de beker, maar het wordt opgezogen door de spons.
Als je dan de tas gaat omdraaien, dan gaat de ijsklomp eruit vallen en een klein beetje water zal nog meekomen, maar het merendeel van het water blijft in de spons en jij bent erin geslaagd om water te veranderen in ijs. Dus herbekijk dit allemaal op de website atv.be en anders zeker morgen opnieuw op post. Ik zal er zijn, hopelijk jullie ook. Tot dan!